ik sta op Manuscripta hier in Amsterdam. De feestelijke opening van het boekenseizoen. Ik heb eigenlijk niet zo'n heel goed idee van wat ik me daarbij voor moet stellen. Maar dat gaan we vandaag uitzoeken. Ik ga overal met mensen praten, met auteurs en bezoekers. En ik ga ze vragen wat zij beleven. Dus we gaan even een rondje maken. Mag ik jullie wat vragen? Waar komen jullie voor? Geen idee. Echt voor van alles eigenlijk. En jij? Nou, ik ook. Ik heb me laten meenemen. We zijn totaal onbevangen. Laten we ons hier bestuderen literatuurwetenschappen. Dus dat is iets van, we moeten hier wel zijn. Mevrouw, wat brengt u hier? Nou, ik ben mijn eigen boek aan het promoten. En wat is het voor boek dan? Nou, het is een kinderboek. Een heel spannende, creamy kinderboek voor 88. Heeft u dat bij zich? Ja, toevallig. Nou, niet toevallig, toch? Heeft u wel meegenomen? Ja, kijk. Het heet Jimmy en de roze diamant. Wat brengt jou hier? Nou, een goede vriend van mij zei, hier moet je naartoe. Dus ik ga meteen mee natuurlijk. En is er ook nog een auteur die je per se wil zien of iets wat hier gebeurt? Ik laat me eigenlijk vooral verrassen. Maar ik zag al meteen op volgend van het volletje dat iets met fokken en sukken, dat vind ik ook weer helemaal goed. Dus, Hoe is het om hier zo te staan, onder die lampen en met al die lezers? Het is bijzonder gezellig. Eigenlijk is dat het beste Nederlandse woord wat er voor is. Ja. Het is altijd leuk, ik bedoel, je zit altijd, iedereen vertelt dat je zit alleen thuis, je maakt je ding en dan zie je eigenlijk eens mensen die het mooi vinden. Krijg je bijzondere reacties op? Over vorige boeken. Want we zijn zo blij dat we dit krijgen, want we hebben al die andere boeken over Robin gelezen en die wel 4-5 keer. Henk Krijma, organisator van Manuscripta. Waarom Manuscripta in deze vorm? We ontdekten dat ontzettend veel mensen ook ontzettend nieuwsgierig zijn wat voor boeken eruit komen. Dus veel voorpret. Nou, dat heb je op een uitmarkt ten aanzien van theaters, musicals. Je hebt filmfestivals waarin je allerlei trailers en alles te zien krijgt van films die dat seizoen in de bioscopen komen. Maar voor boek bestond er niet. Nou, dat zijn we maar eens begonnen. Kun je nu al iets zeggen over de opkomst en het succes? Nou, we waren vooral erop uit dat er een goede sfeer ontstond. Als je naar andere boekbijeenkomsten in het buitenland kijkt, is dat vaak zo bloedserieus. Ongelooflijk zakelijk en wij denken dat dat met een wat lichtere toon kan. En daar ben ik zelf heel tevreden over en het blijkt dat de belangstelling is enorm. Ja. Adriaan Jegge, jij bent aan het speeddaten. Ja, klopt. Zullen wij daar even daten? Ja, ga zitten. Dankjewel. Ja, dank u. Dit is Tjeerd, de chauffeur. Hoi Tjeerd. Aardig zijn, want hij kan heel hard. Oké. Wat houdt het in, speeddaten? Dat we een ritje maken hier en dat je ongeveer 4 minuten hebt om elkaar heel goed te leren kennen. Oké, en wat heb jij meegemaakt tot nu toe? Ik heb iemand meegemaakt die heel enthousiast was over haar bezoek aan Kader Abdolla. Oké, en wat had het nog met jou te maken? Helemaal niets, maar ik heb er wel gewonnen voor mijn eigen boek. Wat is het belang van het ontmoeting tussen een auteur en een lezer? Ja, misschien dat je dat aan de lezer moet vragen. Die vinden dat belangrijk, daarom zijn ze hier. Ik ben hier op professionele gronden. Maar wat niet wegneemt dat ik het ook wel eens aardig vind om een echte lezer in het wild te ontmoeten. En die mij vertelt wat hij er allemaal aan vindt of niet. Maar het is voornamelijk in het belang of in het interesse van de lezers? Ja, we schrijven ook boeken in het belang van de lezer, nietwaar? En we zoeken lezers. En je kunt nooit genoeg lezers hebben trouwens. Wilter Tully zei het in de 19e eeuw al. Hè? Wij denken van dat er toen geen enkel commercieel belang speelde. Maar Wilter Tully zei, ik wil gelezen worden. En dat in de eerste plaats natuurlijk. In de tweede plaats wil je gekocht worden. Want je moet er ook van leven. Nou, Manuscripta is een hele ontspannen plek waar auteurs en lezers elkaar kunnen ontmoeten. Volgens mij werkt het hartstikke goed. Het is druk. Mensen van alle leeftijden. Het is gewoon heel erg leuk. Ik ga nog even rondneuzen.